En bestaande klanten, er gaat gewoon abonnementsgeld van mijn rekening afvallen hoor, voor dat nieuwe abonnement. Nu al. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb mijn haar nog niet eens gedaan. Het is ochtend, we gaan broodjes bakken. Yay! Ik heb het al gezegd, ik ben een gigantische broodjesfanaat. Als het goed is, staat de oven, even kijken, op, wat is het? Heel warm. Ik denk 220, 250 graden. Oh joh, dit is echt fucking ziek. Holy shit. Ja, ik heb een pyjama broek aan. Inderdaad. Ik ben het type wat graag een pyjama broek aan doet. Hier hebben we dan pisteletjes. Lekker verse broodjes. Jongens, ik heb gezegd, brood is lekker. Maar het is natuurlijk nog lekkerder als je het vers bakt. Dit volgende heb ik alleen totaal niet over nagedacht. Hoe ga ik dit doen terwijl ik het film? Het werkt ook nog, soort van. Zou dit werken? Oh, ik heb alleen de midden open gemaakt. Oh my god! Oké, we gaan het wel even anders doen. Om even een idee te geven wanneer ik video's opneem, terwijl ik de broodjes er even in doe. Ongeveer 2 dagen van tevoren. Dus we hebben inderdaad een kleine vertraging. Zo, daar gaan de eerste 2. Hoppakee. Maar ik heb zeg maar de video van eergisteren, dus ja, die ik geüpload heb. Dat was mijn onzekerheid. En dat was, ging over mijn buikje en... Ik denk niet dat ik elke keer maar video's ga doen van hé, oh, bedankt, van dit en van dat. Maar deze keer wil ik jullie wel even bedanken. Zie, ik ga hem zelfs even hier opzetten. Ik weet niet waar ik hem wel opzet, maar... Hoppakee. Ik wil jullie heel erg bedanken voor dat. Voor de reacties die jullie gaven, voor de steun. Voor... Ik voel me nou net een beetje een tienermeisje wat... Sorry meiden, maar je weet wat ik bedoel, tienermeisjes die onzeker zijn. Zo voelde ik me een klein beetje toen ik de video editte. Ik denk, ik hoop dat het niet op die manier overkomt. Alsof ik alleen maar wil horen, oh nee, je bent prachtig. Tuurlijk niet. Sommige mensen hebben ook gezegd, nou ja, misschien dat beter is dat je gaat sporten, dat is goed voor je. En daar wil ik deze video van vandaag ook over beginnen. Dat ik het tof vind dat wij met z'n tweeën... Nou, of ben meer aan het kijken. Zo eerlijk zijn tegen elkaar. En gewoon vertellen, David, je video's zuigen. Of David, je bent een prachtige man. En een beetje haar is niet raar. Een beetje haar is niet raar. Dat wordt de titel van deze video, sowieso. Ik meen het serieus. Ik vind het heel erg fijn om nu met jullie deze video's op deze manier te maken. En ook leuk dat ze ook goed ontvangen worden. Super veel likes komen erop. Hele leuke reacties. Nummer vlog 2 was wel beter bekeken als vlog 1. Dus we gaan gewoon lekker door om het lekker dagelijks te doen. Ik heb nog geen flauw idee wat ik vandaag ga doen. Maar daar komen jullie wel achter. Nou, inmiddels heb ik een soort van planning gemaakt wat ik vandaag wil gaan doen. Ik ga fanmail openen. Dat ga je morgen zien. Dus als je nu kijkt, weet je, morgen gaat in de vlog de fanmail open die ik op het DDG-event en op Gameforce gekregen heb. Ik heb mijn broodjes klaar. Nou ja, soort van, mijn pisteletjes. Dit is leersums gebraad. Dat is een soort van, ja, hoe zeggen we het? Heel vettige ham. En dit is biologische oude kaas. Het ziet er echt niet uit. Ik weet het. Maar geloof mij, het is super lekker. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Tot ziens, tot morgen. Nee, natuurlijk niet. Er gaat nog een hele dag van alles gebeuren. Onder andere gaan we vanavond even lekker chillen met Revé. Gaan een filmpje kijken. Daar heb ik heel erg veel zin in. En wie weet wat er allemaal nog meer gaat gebeuren. Ik ben boos. Dat is geen Tim Hofman referentie. Ik ben een beetje pist, jongens. Dat wil ik even met jullie bespreken. Vandaar dat ik hier nu even beneden zit. Jullie hebben waarschijnlijk ook gewoon een mobiel. Ja, als je geen mobiel hebt, dan ben je echt... dan zit je onder een steen. Ik heb ook een mobiel. Ik heb nu de iPhone 6S. Ja, ik ben een Apple dude en geen Samsung dude. Sorry, haters. Alleen er is natuurlijk een nieuwe iPhone uitgekomen. Net zoals er ook al het nieuwe Samsung uitkomen. Maar ik wou dus de 7. De iPhone 7. Nou, ik zit bij Vodafone. Dit is een beetje nameshaming. Sorry Vodafone. Maar ik ga het toch doen. En ja, die kon je dus gewoon bestellen. Ik kon mijn abonnement verlengen. Ik moest nog, weet ik veel, een paar maandjes of zo. Dus ik denk, mooi, ga ik verlengen. Nou, €100 bijbetalen of zo. Want dan koop je in principe je vorige telefoon af. Mijn iPhone 6S. En dan kon je dus een iPhone 7 krijgen. Nou, prima. Dus ik denk, doe dat. Ik heb gebeld ook. Zelfs het contract is zelfs via zo'n opname gefixt. Dus dat was ook allemaal goed. En toen vroeg ik, maar wanneer is hij er? Dat was eigenlijk een van mijn eerste vragen. 1 tot 2 weken, zeiden ze. Dus inmiddels 3 weken geleden. Even voor de duidelijkheid. 3 weken. Een vriend van mij,
Die was er nog helemaal geen Vodafone gebruiker. Die zat eerst bij T-Mobile, contract was afgelopen. Nou, Vodafone Red is in principe een prima product. Want nogmaals, er is niks mis met Vodafone. Met de dienst zelf niet. Met de verbinding, met de prijzen. Wel met dit. En die heeft toen tegelijk op dezelfde dag als mij, heeft hij een iPhone 7 besteld als nieuwe klant. Met een nieuw abonnement. En ik ben dus een oude klant, om het zo maar te zeggen. Ik ben oud. En hij had hem binnen 6 dagen. 6 fucking dagen. En ik sta al 3 weken te wachten. Maar omdat het een nieuwe klant was, hebben ze hem gelijk. Bam, maar natuurlijk meneer, die is binnen een paar dagen. Geen probleem, doen we. En bestaande klanten? Er gaat gewoon abonnementsgeld van mijn rekening afvallen hoor. Voor dat nieuwe abonnement. Nu al. Maar dan zonder zijn iPhone 7. En misschien dat ik een beetje als een diva klink. First world problems. Er zijn mensen die sterven aan de andere kant van de wereld van de honger. Dat is het echt probleem. Weet ik. Ik relativeer het ook wel. Maar ik vind het bullshit, jongen, dat je als nieuwe klant direct aan de bak kan met een nieuwe telefoon. En dat bestaande klanten, die al, ik zit al zo fucking 6, 7 jaar bij Vodafone, hè. Ik heb ze al zoveel geld gegeven, dat ik moet wachten. Ik moest ze zelf achteraan bellen, door te vragen van, hallo, met David Harms. Ja, hi, ik heb een iPhone besteld. Oh ja, maar ja, die zijn een beetje vertraagd. Ja, dat weet ik toch godverdomme niet. Sorry voor de language. Dus ik zeg van, wanneer heeft hij die besteld? Het was wel 2 weken wachten hoor, meneer. Ik zeg, ja, dat weet ik. Het is 3 weken verder. Oh, nou, toen werden ze een beetje, oh, dan gaan we even kijken. En later heb ik nog een tweet verstuurd, toen wisten ze wie ik was. Toen was het, oh, dan gaan we direct regelen. Dus ik heb hem nou deze week schijnt. Maar dat is toch niet goed, man? Dat is toch niet goed? Dat je moet dreigen en shit. En dat je er zelf achteraan moet bellen. En sowieso het feit al dat zij bestaande klanten op die manier piepelen. Ik vind het kloten. Sorry voor de rant. Ik wou het er gewoon even ingooien, want het is een deel van mijn leven. En ik heb net weer gebeld. En ja, vrijdag. Nou, sorry, maar dat is morgen of zo al. Gaan ze never nooit redden. Ik ga vandaag trouwens de video opnemen. Ik heb in de video van gisteren heb ik het gezegd van, ah, er komt een extra video vandaag. Maar het is vandaag deze video geworden, want ik moet het nog opnemen. Kijk, let even op. Oh, wacht. Ik weet niet wat het is. Zit iets in de lucht. Kijk hier. Kijk hoe vet. Dit is een deel van de merchandise. Een deel van de dingen die ik gekregen heb van kijkers op DDG-event. Schijnbaar hebben jullie allemaal houtcursussen gekregen of zo. Want hout. Ik weet niet wat het is, maar iedereen zit tegenwoordig dingen in hout te maken. Maar kijk hoe fucking vet. En ik heb veel meer hoor. Dat zijn allemaal cadeautjes van jullie. Een gigantische fanfiction van Ghislaine. En waarom leg ik hem neer? Nou, omdat het letterlijk... Dude, dit is letterlijk... Kijk even hoeveel erop geschreven staat, right? En dan hebben ze, ik denk, niet overdreven. Kijk hoe dik. Dit zijn 25 pagina's. Ik heb hem wel gelezen trouwens, maar ik kan hem niet in een video doen. Het is echt veel te veel werk. Pikachu hoed, die gaan we nog even opzetten straks. En nou, hier hebben we nog een tas vol met dingen. Kijk, allemaal dingen. En daar hebben we nog 3 tassen. Ik moet een beetje een keuze maken. Kijk, dat is echt fucking veel. Ik krijg gewoon veel te veel dingen van jullie. Ik verdien dat niet. Want ik kan er niet allemaal de juiste aandacht geven. Reve en ik zijn gisteravond, toen we wat tijd over hadden, hebben 2,5 uur hier beneden, daar, hebben wij gezeten en ik heb een biertje gepakt, Reve heeft een potje gepakt, hebben wij alle brieven zitten doorlezen. Hartstikke bedankt voor de leuke, vooral de support, want heel erg veel ging over dat ik natuurlijk me niet al te best voel, dat ik een beetje ziek ben. Maar het ging ook over andere dingen, dat ze gewoon video's leuk vinden of wat ze graag in de kingdom willen. Dat maakt allemaal niet uit. Ik kan jullie daar niet genoeg voor bedanken, jongens, voor die enorme support en de brieven. Als je hier niet tussen zit, ja, dat betekent niet dat ik het minder leuk vond, maar dit is makkelijker om in een video te laten zien. Ik ga naar boven en ik heb super honger. Nou, ik ben mooie poes. Shadow poes. Hi. Hey, welkom in de avond. Eigenlijk al bijna, ja, het is nog avond, dat wel. Hier in huizen DDG, huizen GMR, huizen David en Reve. Ik ben nog steeds in mijn pyjama, zoals je ziet. Het ziet er allemaal heel erg sportief uit. Ik heb helemaal niet gesport vandaag, dat het wel een beetje mijn voornemen is. Ik heb publiek, ik zweer het je. Kat 1, kat 2, kat 3 en eentje rennen naar beneden. Ik ga even zo naar Reve toe. Ik ben namelijk inmiddels haar trailer een beetje aan het helpen met editen voor haar server. Gaan we even checken zo. En ik zag daar net iets staan. En toen dacht ik echt van, de fuck doet dat daar? Dus dat wil ik even laten zien. Laten we dat even doen. Reve is lekker een serietje aan het kijken, zo te zien. Moppie! Mm-hmm. Hey, wat ben je aan het doen? Australia's Next Topmodel aan het kijken. Oh, chickies. Hey, ik ben even met je trailer bezig. Ja. En dat wordt allemaal heel mooi.
Alleen, ik zag iets waarvan ik denk, oké, gaming setup, right people, klopt helemaal. Rommel overal bovenop, helemaal prima. Telefoontje daar, drinken daar, wat is dat? Brosje daar, haribootje daar, maar what the fuck is dat? Niet daar. Ouwe, dat is echt een huge ass pot. Dat is een kilo. Ja. En er staat mijn naam op. Ja. Betekent dat het niet dat die van mij is? Nee. Wat doe je met een pot Nutella bij je computer? Dat is lekker. Dan ben je aan het kanen. Ja. The fuck, man. Nee. Maar, en met een lepel ook gewoon. Ja. Niet op, dit hoort op brood. Nee. Dit hoort op brood. Oké, mensen in de vlog. Vrouwen voornamelijk, liefst vrouwen. Is dit normaal? Het kan ook op brood, maar als, net zoals dat mensen pindakaas vol zo eten, dat... Ja. Nee, maar laat even zien dan, want dat doe je gewoon, met een lepel. Nou, dat is ook gebruikt ook. Nou, laat maar zien dan, dan wil ik het ook wel zien. Nutella eten, zo uit de pot. Hoezo? En dan gaat er gewoon een lepeltje in. En dan eet je dat. Dat is toch voor het brood? Lekker. Dit is weird. No. What the hell? Nou, ga jij maar lekker met je Nutella bezig. Ik ga jouw trailer wel maken terwijl jij je lekker Nutella loopt te kanen. Ja, het is gewoon chocola. Ja, het is gewoon chocola. Daar begint het allemaal. Elke criminele feit begint altijd met... Het is gewoon maar chocola. Ik blijf het gewoon heel erg apart vinden. Ik ga niet wel weer lekker smakelijk. Veel plezier met je filmpje en je Nutella of zo. Vreemd genoeg. Ik ben nog wel even tot diep in de nacht. Ik denk 2-3 uur ben ik bezig. Ik word eens een keer niet vroeg slapen. Word Davidje. Maar het geeft niet dat ik heb uitgeslapen tot 11 uur. Denk dat ik het even ga fixen daar. En eigenlijk is de vlog ook wel een beetje afgelopen. Weet je wat? Ik ga nog een keer even verder voor lastig vallen. Want vandaag is echt zo'n dagje. Ik ben mijn huis niet uit geweest dagje. Je kent het misschien wel. Jullie hebben het vast ook wel een keer. Zeker in het weekend. En dan kom je gewoon het huis niet uit. Zeg mevrouw de Nutella-vreter. Ik ga de vlog afsluiten. En aangezien de meeste vlogs van mij zijn geweest. Als in, je bent wel... De meeste ben je wel even geweest. Maar meestal was je of aan het durpen of chocola aan het eten. Nou... lekker, jij bent ook een heel groot onderdeel van deze vlogs. Mm. En daarom mag jij nou een soort van een beetje afsluiten. Nog even tegen de kijkers zeggen wat het allemaal met je doet. Dat je privéleven in een keer in beeld staat en zo. Dus vertel. Nou ja, ik vond op zich zoveel van mijn privéleven zie je ook er niet. Je ziet het gewoon jou. Ja. Maar natuurlijk zit er ik daar ook in dan. Je hebt een bloemetje gekregen gisteren. Ik heb bloemetjes gekregen. Ja, vond het leuk? Oké. Die heb ik beneden nergens hebben gezien. Mm-hmm. Heb ik beneden al gezien? Nee. Hey, maar dat bedoelt ongeveer eigenlijk een beetje, dankjewel, dat goed gedaan. Top. Wat ze een beetje bedoeld is natuurlijk, wat ik ook eigenlijk elke vlog zeg. Het is een beetje spannend. Ga vloggen en niet weten of kijkers het leuk gaan vinden. En dus überhaupt wat jullie met de informatie doen die wij vertellen. Want eigenlijk laat ik best wel een beetje een deel van mijn leven zien wat ik doe hier. En dat wordt als ik straks naar familie ga en zo, wordt het alleen nog maar meer en meer en meer. Als ik mijn been breek, ja, ziekenhuis, het hoort erbij. Maar het is wel een hele leuke ervaring. Meen ik oprecht, ik vind het leuk om te doen. Elke dag even een vlogje bijhouden. Ik begin er steeds meer aan te wennen en denk ik, oh ja, dit moet ik filmen. Nutella, perfect voorbeeld. En even een wat kortere video als de vorige. Vorige waren het 15 en 17 minuten. Deze gaat het natuurlijk niet halen, maar dat maakt helemaal niet uit. Laat maar even weten wat je vindt van de Vodafone rant die we aan het begin, van het midden van de video gehad hebben. En morgen dus, dan denk ik, de merchandise. Nee, ga ik weer met mijn merchandise. Ik bedoel, de cadeautjes die jullie gegeven hebben op de events. Dus dat was het. Doe even een dikke like. Afgelopen vlogs halen makkelijk de 3000 likes. Dus deze ook. Voor de Nutella. Als je van Nutella houdt, doe jij een like. Abonneer even op DDG. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende vlog. Doeg!